En dan word ik opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig heb ik Gerard Joling mee kunnen nemen in de auto. Dus die gaat de hele rit voor me zingen. Vandaag zul jij vergeten. Dan word ik om 7:15 naar de operatiekamer gebracht. Nou, we zijn hartstikke trots op jou, weet je dat? We gaan zo rijden naar Nijmegen, eventjes wat eten onderweg. En mijn opa en oma, die zijn er al. Die staan daar ergens op de camping, 10 minuten van het ziekenhuis af. 5 minuten. 5 minuten van het ziekenhuis af, bedweter. Beterweter. Beterweter. Niet bedweter. Een bedweter is een bed. En dat je weet wat voor bed het is. Dat is een bedweter. Een beterweter is dat je een beter weet. Dat is ook gewoon een bedweter. Nee, een bedweter is, dat is hetzelfde als een autoweter. Nee. Een bedweter is voor een bed. Celine, wat voor maat je bed is. Of wat voor dingen. Nee, geloof je jezelf echt? Ja, dan ben je serieus. Bedweter bestaat niet. Dan ben je echt dom. Ja, ik ben dom. Maar hoe heet dat? Die staan dus al op de camping, mijn opa en oma. En daar slapen mijn vader en Martje in de caravan. En we gaan denk ik eerst daarheen rijden. Gelukkig heb ik Gerard Joling mee kunnen nemen in de auto. Dus die gaat de hele rit voor me zingen. Vandaag zul jij vergeten. En dan... Trots op jou. Maar die dans in het rond. Je zal al lang moeten weten dat ik door jou ben verdoofd. Vanavond gaat het gebeuren. Nee, dit kan niet kapot. Sluit alle ramen en deuren. Vanavond gaat de sleutel in het slot. Maak me gek, maak me gek met je mond. Dat was hem. Woehoe! Oh, maar ook kom. Hi Jan. Succes gehad. Ja, dankjewel. Hou je sterk. Ja, komt helemaal goed. Helemaal maar zo zien. Oh, de vakantie duurde kort en dit duurt nog korter. Ja, ja, zo is het, zo is het, zo is het. Gelukkig. Ik ga je wel zien. Ja, is goed vriend. Ik okay. zie jullie. Oké, okay, bedankt Jan. Kom maar langs, als je zin hebt. Ja. Doei. Goed, schat. Oh, echt lief. Ik vind het zo raar als mensen een soort van, hoe noem je dat? Dat je een soort van zo... Wat doe jij dan? Denk je dat het gewoon een voetensteentje is of zo? Ik moet even mijn schoenen opzetten. Het is geen auto uit 1923. Een tijd van Blue Benty is dit. Ja, Blue Benty. Blue Benty toch? Je hebt kleding aan Blue Benty. Blue Benty. Even mijn oma nog een dag zeggen. Oh. Mag ik even filmen? Doei ja. Icy! En die dacht, hoe ben Jan? Die lopen 300 keer per dag. Ja. Kijk, kom maar. Oh, met dit. Denk maar we rijden, gaan dus nu naar mijn opa en oma op de camping toch? We gaan nu naar de camping toe, bij opa en oma, vlakbij het ziekenhuis. Vlakbij het ziekenhuis gaan we eerst naar de camping waar mijn opa en oma staan. En dan gaan we een restaurant uitzoeken en dan gaan we eten met z'n allen. En dan is het klaar, mag niet meer eten. En dan mag ik niet meer eten, nee. En niet meer, mag wel water drinken en zo. Ja, maar niks meer eten, dat is mijn laatste maaltijd met een kromme rug. En dan is morgen de grote dag. Hallo! Hij zegt, ik moet toch via Rotterdam. Nou, wij ons stuurde die ons ook. Hoi, Omi. Dag, schat. Hallo, 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 hallo. Omhoog. Jeetje. Nu dan? Ach, mijn allerliefste bar. Ach, hallo, mijn kinders. Ben jullie ook mee bij mij? Ja. Restaurant, hoe heet het restaurant ook weer? De Topke. Dat ziet er wel lekker uit. Ik ga lekker gambadjes nemen. En als hoofdgerecht. Oh, varkens. Neem ik. Pst. Ik denk dat ik die heel lekker is. Denk de scripts. Lekker, gamba's. Oh, kokend. En wanneer verbrandt weer zijn klauw? Nou, ik lig in het ziekenhuis hoor. Het is nu 9:30. We zijn hier rond 8:00 aangekomen. En ik lig samen met mijn moetie. Die mag lekker naast me liggen. Mam, zwijs. Hallo. En ik ben nu mijn vlog editen. Bijna af. Zodat die zeg maar kan uploaden
zo meteen als ik ga slapen. En ga ik nog eventjes één serie kijken van The Haunting Hill House. Daar ben ik nu bij aflevering 2. En dan ga ik lekker slapen. En de arts was hier net. En ik heb me even eenmaal schoongemaakt met speciale doeken. Mijn neus ingevet voor de draadjes. En morgenochtend word ik rond 6 uur gewekt. Want om 6:30 komen Mart en mijn vader even nog een kus geven en gedag zeggen. En dan word ik om 6:45 naar de operatiekamer gebracht. Dus dat is wel relaxed. Dat ik gewoon lekker 's ochtends, als ik wakker word, gelijk kan gaan. Zodat mijn hoofd niet zo blijft malen. Maar ja, ik lig wel lekker op zich. En ik ga even een serietje kijken. En is het heel snel morgen. Doe. Was je aan het wassen? Ja, ik heb me net gewassen met die doekjes. Snel. Ja, maar moet ik het nog een keer doen en dan dat jasje aandoen? Of kan ik gewoon mijn badjes aanhouden? Nee, je moet wel een jasje aan. Oh, dat lag natuurlijk niet klaar. Ja, niet. Ja, het is gewoon over 6. Ik ben net wakker. Oh ja, kijk, dan doe ik het even nog een keer. Dan doe ik gelijk deze aan. Of, Ja, dan doe ik even ondertussen je bed. Ja. Oh, hoe is het gegaan? Goed. Ja? Ja. Ik werd wel vrolijk wakker. Dus. Ja, hè? Mm-hmm. Er was binnen 3 uur al. Wat was het? Bijna 4 uurtjes, hè? En ik heb heel erg jeuk van alle medicijnen. Ja. Ik ga nu andere medicijnen geven. Mm-hmm. Spijt van? Nee. Nee, hè? Dat is zo voorbij. Ja. Nou, we zijn hartstikke trots op jou, weet je dat? Zo, ik lig nu op de OK en het is 7:30 avonds. Ik heb eigenlijk de hele middag op de intensive care. Koevoor? Koevoor gewillig gelegen. Koevoor. En Vancouver heet het. Vancouver of zoiets. Omdat mijn bloeddruk heel laag was. En nu nog steeds. Dus ik lig nu op de OK aan de machine die mijn bloeddruk helpt te verhogen. Verder heb ik eigenlijk geen pijn. Behalve als ik mijn nek optil. En ik ben elke keer heel erg moe door de medicijnen. En ik heb een klein wondje op mijn wang. Van slangetjes. Die in mijn neus gaan. En Mart en papa waren hier net met opa en oma. Alleen ik was heel moe. Dus die zijn nu weer weg. Mijn ogen zijn helemaal rood. Ja, ze hebben crème in je ogen gedaan voor het uitdrogen. Ja. En ik ben nu met mijn mami lekker naar de Haunting of Hill House aan het kijken. En over een kwartiertje moet ik voor het eerst gaan zitten. Zeg heel snel al. En dan moet ik gaan staan. En dan kijken ze. Kan ik het wel filmen? Ja. Gaat het dus met de pijn? Ja, gaat goed. Ja, als je rustig doorademt, hè? Ja, gewoon niks, ontspannen gewoon. 1, 2, 3. Ja, boeien maar rustig. Hoe voelt dit, Celine? Ja, dat goed. Oh, je rug is wel mooi recht hoor. Hey. Topper. Ja, daarom doen we ook zo zuinig. Ja. Je houdt je rug wel recht zo dan, hè? Heb je kracht in je benen? Allebei de benen? Ja. En probeer maar alleen maar stap op de plaats. Meer hoef je niet te doen. Oké, zo. Ja, en dan mag je zeg maar even een beetje binnen optillen. En dan mag je meteen een beetje naar Annelies toe stappen. Want als je dan terug in bed in gaat, zet je meteen een beetje omhoog. Ja, stop maar. Nou, wat goed. Hm. Ja. En dan maak je ze druk om die bloeddruk. Ja, dat is een gaslaag van begin. Nou, een paar keer diep door de neus in en uit. Dat alles mooi wel ontplooit. Ik ben van de OK af. Ik lig nu weer in mijn eigen kamer. Omdat mijn bloeddruk gewoon laag blijft. Dus ja, ze kunnen er niks verder mee. Mijn bloeddruk is over het algemeen sowieso laag. En ik heb net gestaan. Dat is echt heel grappig. Ik moest een paar stappen zetten. Gewoon op dezelfde plek. En van staan naar zitten. Dat was wel heel raar. Maar ik ben nu helemaal kapot. Dus ik ga nu lekker slapen. En dan hoop ik ook een beetje een... rustige nacht. Ik krijg nog steeds allemaal morfine. Dus dat moet allemaal nog werken. En dan hoop ik morgen een stuk fitter te zijn. Bedankt voor het kijken.